Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Dit weekend is het Pinksteren. En graag wil ik jullie vandaag meenemen in een aantal van mijn gedachten over Pinksteren. En met Pinksteren staat de uitstorting van de Heilige Geest centraal. En daarin vieren we dat de discipelen van Jezus in de bovenkamer waren. En op dat moment werden zij vervuld met de kracht van de Heilige Geest. En daar wil ik graag wat over delen van, want wie is de Heilige Geest nu eigenlijk? En wat zegt Jezus daar nu over? Nou, als we in eerste instantie naar Johannes 14 gaan, vanaf vers 15, daar zegt Jezus het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En in vers 26 zegt hij ook nog, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nou, hier bereidde Jezus eigenlijk zijn discipelen voor op het moment dat hij van deze aarde weg zou gaan en weer zou gaan zitten aan de rechterhand van God zijn Vader. En wat zegt hij dan over de Heilige Geest? En hij zegt hier dat hij een andere trooster zal sturen, die altijd, opdat hij bij u blijft, tot in eeuwigheid. En die trooster zal dus in eeuwigheid bij ons zijn. Maar hij zegt ook nog iets anders. Hij zegt dat de wereld die niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Nou, wat betekent dat dan voor ons daadwerkelijk? Dat blijkbaar de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen. En hoe kunnen wij dan wel deze Heilige Geest ontvangen? Nou, als je dan kijkt in een stuk in Handelingen 2, dan ga ik eventjes na het verhaal dat de Heilige Geest inmiddels is uitgestort, ga ik naar Handelingen 2 vanaf vers 37. En daar staat, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus dat vraagt iets van ons, dat we ons bekeren, dat we ons laten dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van onze zonde. En dan zullen we de Heilige Geest gaan ontvangen. En dat is zo'n prachtige belofte, dat we... Dat Jezus eigenlijk zei van ja, ik ga hier nu weg, maar ik geef jullie een andere trooster. Maar wie is dan de Heilige Geest en hoe werkt hij dan door ons heen? Ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar een aantal dingen die de Heilige Geest wil doen, en dat is eigenlijk ook wat Jezus ook zegt in Johannes 14, is dat hij een andere trooster zal zenden. We leven hier in een gebroken wereld, te midden van pijn, ziekte, oorlogen. Nou, we maken het allemaal om ons heen mee. Maar de Heilige Geest wil onze trooster zijn. Het is God eigenlijk die door ons heen wil werken met zijn Heilige Geest en ons wil troosten op de momenten dat we verdriet hebben. Hij wil met zijn Heilige Geest wil die dat verdriet wegnemen en ons vullen met zijn rust en met zijn vrede. Maar de Heilige Geest is nog veel meer. De Heilige Geest is iemand die ons leidt op de wegen die we gaan. De Heilige Geest is iemand die ons kracht geeft, die ook door ons heen spreekt als we zelf de juiste woorden niet hebben. Maar zijn we ook bereid om ons elke dag weer opnieuw te laten vullen met de Heilige Geest en ons ook volledig over te geven aan het werk van de Heilige Geest door ons heen? En ik merk persoonlijk dat dat natuurlijk elke dag weer een bewuste keuze is om het werk van de Heilige Geest door ons heen toe te laten. En wat je ziet gebeuren eigenlijk ook in de rest, nadat we wat we net hebben gelezen in Handelingen, is dat, dat vervolgens ook heel veel dingen aan het veranderen zijn. In het verhaal daarna zie je bijvoorbeeld dat Petrus en Johannes, dat ze ook langs de poort lopen en dat ze daar een kreupele genezen. Een poort waar ze waarschijnlijk al meerdere keren doorheen zijn gelopen en waar deze kreupele ook al jarenlang lag. Maar blijkbaar is er iets veranderd door de werkende kracht van de Heilige Geest in hen. En ik wil jullie daar vandaag ook mee bemoedigen van, strek je ook uit naar die kracht van de Heilige Geest door je heen. Want het is niet een verhaal van bijna 2000 jaar geleden. Het is de Heilige Geest, het staat er ook in Johannes 14, dat hij zal zijn tot in eeuwigheid in ons. Dat betekent dat hij ook nu nog krachtig werkzaam is
en krachtig werkzaam wil zijn door ons heen. Hij wil als het ware die door de doodsbeenderen, die we in Ezechiël 37 ook lezen, wil die weer nieuw leven inblazen. Daar staat ook dat de geest vanuit de vier windstreken kwam en het leven weer in deze door de doodsbeenderen blies. En dat bid ik ook over ons uit, over jij die nu kijkt, dat als het misschien voelt als door de doodsbeenderen, dat de Heilige Geest er weer leven aan zal geven. En hij zal je bekrachtigen, hij zal je vertroosten en hij zal met je zijn. En vanuit die Heilige Geest mogen we ook dingen gaan delen met de mensen om ons heen. En als we daarvoor openstaan, kunnen de mooiste dingen gebeuren. Dan zal hij ons verdriet wellicht ook wegnemen, of er zal er zijn in ons verdriet. En nog een andere mooie getuigenis daarin is ook door het te laten leiden van de Heilige Geest, is dat ik vorige week was ik een tijdje thuis en ik was 's avonds aan het wandelen en het was al wat laat en ik dacht, ja, ga ik nu nog wandelen? Het was al na 10 uur. Ik dacht, ik ga toch. En op dat moment liep ik naar buiten en ik liep langs het water en er zat een jonge man op het bankje. En ik liep voorbij hem en ik dacht, ik had het gevoel dat de Heilige Geest wel tot me sprak. Dat hij zei van, ja, Mathieu, ga naar deze jonge man toe. En ondanks dat het zo laat was en ik daar alleen liep en hij zat daar alleen, ben ik naar hem toe gegaan. En mocht ik getuigen uiteindelijk van Jezus Christus. En mocht ik verbinding leggen met hem. Mocht ik vragen hoe het met hem gaat, wat hij deed, wat hem bewoog. En werkte de Heilige Geest zo krachtig door hem heen dat ik uiteindelijk voor hem mocht bidden. En dat hij ook echt daadwerkelijk meer wilde weten over Jezus. En dat is denk ik de krachtige werking van de Heilige Geest die ons wil leiden op alle wegen die we gaan. En dit is maar een klein voorbeeld ervan. Maar hij wil zoveel meer dingen doen. Hij wil ons leiden in de wegen die we gaan, in ons wegen, in ons leven, de beslissingen die we maken en alles wat we doen. Maar laten we ons daadwerkelijk leiden. Nou, dat wil ik jullie in ieder geval toebidden. Dat we ook dit weekend weer bewust stil mogen staan bij de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat die toen is uitgestort over de discipelen, maar dat die nu nog steeds wordt uitgestort over ons, als we ons volledig ernaar uitstrekken. En zoals er staat, de eerste bekeerde, dat we ons bekeren, ons laten dopen, ter vergeving van onze zonden, en we zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Laten we ons daarna uitstrekken. En daarmee wil ik jullie ook zegenen, dat jullie op dit moment ook vervuld zullen worden met de Heilige Geest, en dat zijn kracht werkzaam zal zijn in jullie leven. En wees daarmee gezegend in Jezus' naam. Amen.